Er is een nieuwe naam, een nieuwe hoofdsponsor, een nieuwe fiets, een nieuw tenue. Maar dit blijft hetzelfde, de spil van het geheel. Nou, ik vind het wel heel leuk om mee te denken met de ploeg en op de achtergrond ook te kijken van wat willen we uitdragen. En op voorspraak van haar kwam een nieuwe ploegleider, Jeroen Blijlevens, terug van weg geweest. Ik ben er 3 jaar tussenuit geweest. Ja, er is natuurlijk veel gebeurd in al die jaren. Ja, voor mij was het niet echt een vraag. Ja, dan ben ik nu gelukkig blij dat ik nu weer een tweede kans krijg. Het verhaal is bekend. De dopingbekentenis. Ontslag als ploegleider uit de wielerwereld en aan de zijlijn. Nou, ja, natuurlijk bevrijd dat, dat ik het wel heb kunnen vertellen. Het is geen mooie tijd geweest wat er gebeurd is. En aan de andere kant wel blij dat ik er ook iets mee kan doen verder. Hij heeft zijn verhaal verteld bij ons thuis en hoe het gekomen was en... Ja, je moet gewoon vertrouwen hebben in de mensen om je heen en binnen de ploeg. En ik heb wel veel vertrouwen in de ploeg en de mensen om me heen. Dus. Dat was dat en dit is dit. Ja. En dit is 2017, waarin Marianne Vos in dat nieuwe shirt alweer aan het winnen geslagen was. En als het aan haar ligt, gaan we dat aan de hand van de nieuwe, maar toch ook de oude ploegleider, veel vaker zien. Ja, nou ja, ik ben natuurlijk goed het crossseizoen uitgekomen met een lekker gevoel. Dan weet je van, ja goed, ik kan het nog of weer en dan geeft wel iets meer vertrouwen en moed. En ik hoop een heel steady wegseizoen te rijden.